Jure. Premier service. Speelstijl van de speelsters lijkt wat op elkaar. Ze houden beide van harde, wat vlakke slagen vanuit het achterveld. Capriati heeft dat tot nog toe in de wedstrijden die ze hebben gespeeld samen, die drie stuks beter gedaan. Is daar dus beter in van de twee. Nu 15-40. En twee breekpunten al in de openingsgame voor de Amerikaanse. Toch opnieuw uiteraard weer kanshebster voor de titel. Eerste game is voor Jennifer Capriati, middels een break. 1-0 dus. Capriati won dit jaar dus de Open Australische kampioenschappen. Haar derde Grand Slam titel. En ze stond in de finale van de toernooien van Scottsdale in Amerika en Miami. Beide keren verliezend van Serena Williams. Won in Australië in die spannende partij van Martina Hingis. Waarin ze 4 wedstrijdpunten tegen had. Mooie bal. Voorhand van Dokic is een wapen. Dokic in het bezit van 4 toernooizegens. Ook dit jaar won zij een toernooi in Sarasota, Florida. Aan de westkust ligt dat van Florida. Het is Capriati die dirigeert. Zij verandert iedere keer de richting van de bal. Vader Stefano Capriati in beeld. Broer Steven Capriati. En u ziet links Matthew Perry, ster van de Amerikaanse comedyserie Friends. We zat ook al te kijken bij de wedstrijd hiervoor van Monica Seles en Serena Williams. Hij was ook al aanwezig in Miami bij het toernooi. Wellicht zijn er wat romantische ontwikkelingen tussen de acteur en de tennisspeelster. We gaan in ieder geval wat geruchten. 15-40 nu. En Dokic breekt direct al terug in de tweede game. Een jeu.
Mesdames, messieurs, par utiliser de flash. Merci. Ja, het is een beetje donker, want het is flink bewolkt. Dus als er gefotografeerd wordt, dan komen automatisch de flitslichten tevoorschijn. Dat hindert Capriati. À mon service. De eerste dubbele fout van Dokic. Premier service. Knokster deze Jelena Dokic toegewijd, gemotiveerd en competitief. Goeie eerste opslag. Game van Jelena Dokic. Ze leidt voor de eerste maal in deze eerste set met 2-1. Tot zo. Ja, die serveert althans, dat is ze van plan om te gaan doen. Er is nog wat onrust achter de baan. 1-2, eerste set. Als die eerste service goed doorkomt, dat geldt overigens ook voor Jelena Dokic, dan is die kans groot om die service game te winnen. Moet de tweede geslagen worden, dan beschikt de ander over uitstekende returns. En dan gaan we veel breaks en breakpunten zien. Hij heeft altijd haast, Capriati, hoe lijkt het althans? 40-30. Houdt ervan om het tempo in de wedstrijd te houden, net als Steffi Graaf dat ook deed. In haar tijd. Ja, met dank aan het net. Capriati schudt even met het hoofd. Dus je gaat. Had natuurlijk toch die wel wat anders moeten verwerken misschien.
Councillor. De eerste ace van Dokic. Tweede dubbele fout. Springt helemaal haast omhoog in die opslag. Ja, kijk, dat bedoel ik. Die tweede opslag niet goed geplaatst. Niet al te veel vaart. Capriati, geweldig voetenwerk natuurlijk. Profiteert. Bal is uit. En de game is voor Jelena Dokic, die nu met 3-2 leidt. Dit is een aardig plaatje. Jennifer Capriati aan service 2-3. Eerste set. Oh, knappe bal, Dokic. Kansen. Premier service. Hier en daar wat slordigheden bij Capriati, dat kennen we ook van haar. Dat hoort bij haar spel. De tweede dubbele fout. En weer twee breekpunten voor Dokic. Oh, dat is jammer. 30 keer groot. Eén breekpunt over. Slordigheden aan beide kanten nu. Veel vlakke slagen. Je hebt een lagere marge over het net. Maar goed, dat is natuurlijk toch inherent aan het type spel. Met Hugh Perry hier dan in beeld genomen. Acteur uit de comedy Friends. Ja, dat is vraag om moeilijkheden, die laatste bal. Maar die bal is uit van Capriati. Oeh, dat moet pijn doen. Dit is niet de bal om te spelen. Mademoiselle Dokic. Voor Dokic, maar die ziet dat die bal uit. Dus hij viert dan toch een beetje feest. Breekpunt nummer 3 voor Jelena Dokic.
Oh, oh, oh. Hey, Gennady. Knap gehaald. Handig om die bal heen gedraaid. En hier heeft ze dan een beetje geluk dat Dokić voor het kleinste gaatje kiest. Tjonge, jonge. Af en toe dan vliegen de afzwaaiers om je oren. Ook moeder Denise zag ik even zitten. Moeder Capriati naast vader Stefano. Ja, en dan is die bal echt uit. Maar Jane Harvey moet van de stoel komen. Ja, en ze geeft hem inderdaad uit. En dus is het 3 gelijk in de eerste set. Publiek is op de hand van de Amerikaanse, dat kun je horen. Heeft hier natuurlijk toch een geweldige reputatie. Na het afgelopen jaar. Na die toernooizegen hier. Het gevecht gaat toch voornamelijk om wie er het hard slaat. De controle over de bal. Premier service. Dokić 15 onafgedwongen fouten al en Capriati 13 stuks. Dat is natuurlijk erg veel voor bijna 7 games. Ja, de bal is in en de game is voor Jelena Dokić. Ze leidt met 4-3 in de eerste set. Wij gaan even pauzeren. We zagen net even een statistiek van de gescoorde punten. Capriati slechts 2, Dokić 8, dat is beter. Maar ik noemde net al het aantal fouten, directe fouten. Fouten onafgedwongen, zoals ze eigenlijk in het Nederlands heten. Terwijl Capriati hier de derde dubbele fout slaat. En die statistieken wijzen toch duidelijk in de richting van Jelena Dokić. Als zijn het de beste van de twee op dit moment. 4-3 voor haar. Eerste set. Ja, dit zijn echt onlogische afzwaaiers. Ik begrijp ook niet welke gedachtegang daarachter zit. Trondkens. Goeie
Ja, prachtige bal. Sterke game van Capriati. Als de service goed doorkomt, dan scheelt dat natuurlijk gigantisch. Dokic gaat weer opslaan. Twee breaks hebben we gehad aan het begin van de game. De openingsgame Capriati. En de tweede game Dokic. En breakpunten voor Dokic in de zesde game. Maar niet benut. Ja, yes, roept ze. Fel, fanatiek. Tachantkans. Bal stuit daar wat hoger op van Capriati. Ideale hoogte dus voor Dokic om toe te slaan. Slaat de bal graag naar beneden met de voorhand. Tachantkans. De derde dubbele fout van de Joegoslavische. Oh, 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 oh. Dat kan er wel eens de game gaan kosten. Nou, dat is een goede opslag. De hoek in. Avantage, mademoiselle Dokic. A mio service. Ja, er gaat een door het publiek. Terug naar 40 gelijk. De vijfde dubbele fout, u ziet het. Ja, Capriati houdt nu gewoon de bal in het spel en dat is slim. Dokic moet toch een beetje van de kaart zijn door die dubbele fouten. Breakpunt voor de Amerikaanse. Ja, dat is knap gespeeld. Dat is heel knap gespeeld. Toch het geduld bewaard bij dit punt. De Amerikaanse houdt nu de bal wat meer in het spel. Laat Dokic spelen voor de punten. En die trapt niet in de val. Houdt zich rustig. Wacht tot haar kans komt. Tweede breekkans, Capriati.
Oh, oh, oh. Tjonge, jongen zeg. Wat een dubbele fout in deze game. En dat kostte de set waarschijnlijk. 5-4 Capriati nu. Eerste set. Ze stond goed te spelen. Had eigenlijk het betere van het spel. Maar daardoor is er een wending gekomen in de eerste set. 5-4 is de stand nu in het voordeel van Jennifer Capriati. En zij serveert voor de winst in de set. Oh. Zero kans. Ja, ze spelen dus, zoals eerder gezegd, hetzelfde soort spel. Eigenlijk vindt Capriati het spelen tegen Dokic heel prettig, want ze krijgt veel vaart van de Joegoslavische. Daar houdt ze van. Als ze dan maar zelf niet te veel fouten maakt. Service komt nu heel goed door, al een aantal keer in deze game. En er zijn 2 setpunten voor de nummer 1 van de wereld. Ja, met een ace. De eerste ace van de wedstrijd. Maakt ze het af. Dan wint ze de eerste set met 6-4. We gaan weer even naar wat broodnodige boodschappen. Tot zo. In tweede set. Tokic serveert. Eerste set 6-4 Capriati. Op het centercourt is de wedstrijd bezig tussen Alex Koretja en Andrei Pavel. Daar staat het 3-2 voor Koretja. Maar de eerste 2 games namen 26 minuten in beslag. Nou, dan weet u het wel. Het is erg in balans. Hele lange slagenwisselingen. Weinig fouten. Dat zou wel eens een hele lange wedstrijd kunnen worden. Premier service. S'il vous plaît. Premier service. 30. Oh oh. De achtste dubbele fout. Ja, dat gaat er echt heel veel kosten. 30 gelijk. Ze laat zich ook gewoon opjagen, lijkt het wel, door Capriati. Speelt ook heel snel de punten achter elkaar. Breekpunt voor de Amerikaanse. En ze breekt meteen in de openingsgame. Capriati leidt met 1-0. In de eerste set, u heeft die statistieken niet gezien, maar wat het verschil was, was het statistiek dat gaat over de onafgedwongen fouten. 30 stuks voor Dokic, 19 Capriati. En die dubbele fouten daar dan bij geteld, vooral in die cruciale 9e game.
Als Capriati gewoon rustig blijft doen wat ze doet, dan kan ze in wezen nu al een enorme dolksteek geven. Ja, kijk, ze houdt de bal in het spel. Spreidt, dat is ook iets, die tactische, dat tactische verschil tussen het begin van de eerste set en het eind. Ze laat nu toch iets gewoon de fout maken. Service komt goed door. En 40-0. Dat is een mooie bal. Ja, scheldend op die tweede opslag. Kapantkaas. Geweldig, zo gezegd, maar niet heus. Ah, 2-0, Capriati. Tweede set. Eerder vandaag won Paul Haarhuis samen met Yevgeny Kafelnikov zijn dubbelpartij tegen Todd Woodbridge en Jonas Björkman. Partij die gisteren bij 5-5 in de derde set werd afgebroken in verband met de duisternis. Ze wonnen met 8-6 in de vijfde of in de derde set. Zij gaan door naar de halve finale. Ja, knap gelopen. Goed gezien van Dokic. Nou, de negende dubbele fout. Maar goed, bij deze stand doet het niet al te veel pijn. De game is voor Dokic. Ze komt één game terug. Doorbreekt de games die Capriati nu op rij maakt. Vier stuks voor haar namelijk. Fly me to the moon. Let me. Die serveert. 2-1, tweede set. Heeft al een break gemaakt in de openingsgame. Het gaat als een trein op dit moment voor de Amerikaanse. De dropshots zijn goed van Dokic. Zero kans. Jelena Dokic naar Australië verhuisd in 1994. Is daar dus voor een groot deel van haar jeugd opgegroeid. Handkans. Ja, dat deden wij in de tweede klas van de lagere school. Op de achterste rij. En een dubbele fout van Capriati, de vierde. Dokic is opgegroeid, min of meer ook in Australië, geboren in Belgrado. Maar sinds een jaar of twee weer terug verhuisd naar Joegoslavië. Met een optrekje in Tampa in Florida. Breekkans, Dokic.
krijgt support ook van een deel van het publiek. Bal is uit. En Capriati durft het punt te spelen. Zette toch halverwege die slagenwisseling wat meer druk. Gaf wat meer snelheid. Lengte is nu ook goed verzorgd iedere keer bij de Amerikaanse. En weer een dubbele fout. Misschien is het besmettelijk. Dubbele fout virus heerst op het koer Suzanne Langlen. Tweede dubbele fout van deze game. En een tweede breekpunt voor Dokic. Hey Galaxy. Avantage, mademoiselle Dokic. Derde breekkans voor de Amerikaanse. Egalité. En de derde ace. Jongen, jongen. Als ze toch eens die klappen wat vaker zou kunnen geven aan de bal. Het scheelt enorm. Vrije punten in de eigen service game. Ja, dat is een briljante bal. Komt wat korter. Kan er helemaal in gaan hangen. Dokic blijft zich vastbijten in deze game. Vierde breekkans. En ze breekt terug, Dokic. En brengt de spanning terug in de wedstrijd en in de set. Twee gelijk. Let. Second service. Cancel zone. Oh, ze wil soms gewoon iets te veel. Is iets te gretig. En wil ook te snel het punt scoren, Dokic. Krijgt nu toch wat cadeau van Capriati. Thank you.
Ja hoor. Met die mentaliteit is helemaal niets mis. 40 kans. En ze pakte twee punten of twee games op rij nu. Jelena Dokic leidt met 3-2 in de tweede set. De eerste set ging met 6-4 naar Jennifer Capriati, de nummer 1 van de wereld. Toch knap teruggekomen van Dokic. Capriati maakte er net 4 games op rij. Van 4-4 in de eerste set naar 2-0. Met een break in de tweede set. En dat heeft ze toch doorbroken. Op eigen kracht. Een aantal goede ballen geslagen. Dokic nummer 9 dus van de wereld. Hoogste notering 6e positie in februari van dit jaar. In het bezit van 4 titels. Waarvan de laatste in Sarasota in Florida dit jaar. Reprise. Jennifer Capriati aan service. 2-3 staat het in de tweede set. Breekpunten Dokic, je gaat vrolijk door. Capriati nu een klein beetje de weg kwijt. Capriati iets meer geduld heeft, die bal wat langer in het spel houdt, dan nemen we de kansen toe op winst in het punt. Ja, Dokic naar 4-2. En er komen nieuwe ballen. Het gaat hier toch in deze wedstrijd om het beheersen van de fouten, de onafgedwongen fouten. Toch iets 36, Capriati 29 stuks. Dat is fors hoor. Zo, dat is een mooie bal. Zero kans. Kansa.
En wat is die bal? Daar staat hij. Nou ja, zo te zien heeft hij de lijn geraakt. Ja, en ik hoor dat Jane Harvey zegt dat hij hem geraakt heeft, inderdaad. Just touching, zegt ze. Eerlijk is eerlijk. Dokic krijgt het punt. En ook die bal is twijfelachtig, maar wordt ingegeven. Dokic gaat naar een 5-2 voorsprong in de tweede set. Tot zometeen. Eerste punt van de achtste game. 15-0 Capriati, 2-5, tweede set. Ja, dat zouden we misschien vaker moeten zien van de Amerikaanse. Dit beheerst ze heel goed. Dat inlopen en dan aan het net afmaken. We hebben het nog weinig gezien. Capria, die komt een game terug. Een snelle game voor de Amerikaanse. Dokic leidt 5-3. En kan dus op eigen service de tweede set uitmaken. Alles in, jawel. Hier is de Amerikaanse niet eens met de lijnrechter en scheidsrechter wellicht, dat weten we nog niet. En nu zegt Jane Harvey dat de bal uit is. Het is een hele goede scheidsrechter, Jane Harvey. Ja, dat klopt, kijk maar. Er zit wat ruimte tussen de afdruk en de rand van de lijn. Kansa. Dit keer heeft Capriati dus gewoon gelijk. 15 gelijk. Dertig gelijk. En daar gaan we weer. Net als de motor goed loopt, de machine goed draait, komen ze weer. De dubbele fouten, de tiende van de wedstrijd. En een breakkans voor Capriati. Die haar tijd neemt voor dit punt.
Ja, ze breekt terug met dank aan Jelena Dokic. Opnieuw een cruciale dubbele fout. Zo ging het ook in de eerste set. Maar ze leidt nog wel met 5-4 in de tweede set. Jelena Dokic. Ja, wat is dat toch? Vraag je af. Misschien iets te gretig. Dokic in die eindfase van de set. Capriati daar hier en daar wat gelukkig misschien. Alhoewel, nummer 1 van de wereld. Moet je natuurlijk toch dit regelmatig doen. Anders kom je niet op die positie. U heeft niet alleen de beelden in slow motion, maar ook het geluid, heb ik begrepen. Prachtige bewegingen van Capriati. Kijk eens hoe stil dat hoofd is, terwijl ze naar die bal toe beweegt. Het lichaam rechtop, de benen en de armen zijn enorm aan het werk. Capriati serveert. 4-5, tweede set. Ja, die gaat gewoon op vastheid proberen goed door deze game heen te komen. Ze laat opnieuw Dokic spelen, de punten halen. Ook dat hebben we eerder gezien in de wedstrijd. Ja, bal op de lijn. Kansen. Ja, ze kan zo goed in dit soort situaties het uiterste halen uit zichzelf, Jennifer Capriati. Zo moeilijk om van haar te winnen, want je moet door die slagen heen kunnen breken op een goed moment. De lengte is goed, de spreiding is goed op dit moment. Ze zal het zeker als een uitdaging zien om de setter alsnog uit te trekken. Ja, mooi gestopt. Maar goed, de WK voetbal wordt ergens anders gehouden. Ja. 30 gelijk. Fanta. Setpunt voor Jelena Dokic. Nou, dit punt krijgt ze cadeau. Ja, en daar is de set voor Dokic. 1-1 in set staat het nu. Ze wint hem met 6-4. De stand is dus exact gelijk. 4-6-6-4. En wij gaan weer even weg. Tot zo. Ja, hoor eens even. Jelena, Jelena roepen de Fransen. Tenminste het grootste deel van het publiek op het Cours Suzanne Lenglen bestaat uit Fransen. En ze zien dus met grote vreugd Dokic terugkomen in de wedstrijd. Ze won de tweede set met 6-4. De eerste set 6-4 Capriati. Begin derde set. Kansen. Oh.
Ja, bal schiet van de lijn. Prachtige bal hoor. In de loop geslagen. Kijk eens, voluit. Even gestopt om balans te vinden. En te slaan. Breekpunt, Capriati. Moeder Denise Capriati. Avantage, mademoiselle Capriati. Tweede breekkans. En ze breekt in de openingsgame. Ze is weer helemaal bij de les. Jennifer Capriati is gewaarschuwd in die tweede set. Ze leidt met 1-0. Op het centercourt staan Pavel en Koretja in de tiebreak te spelen. Het staat 6-6 dus en 1-0 in de tiebreak voor Koretja. Ze zijn al 1:14 bezig. Vrees dus dat deze wedstrijd er één wordt die verspreider gaat worden over 2 dagen. Zero point. Nou, dan is het ook iets weer die kan breken. Een love game zelfs voor Jelena Dokic. 2 games, 2 breaks. 1 gelijk. Derde set. Kansa.
Gaza trance. Oh, wat een geweldige bal zeg. Capriati, ja, die doet onvoldoende met die hoge bal. Maar dit is fantastisch van Dokic. Dit is een fraaie bal van Capriati. Ja, hier speelt ze Joegoslavische in de kaart. Fanta. 30 gelijk. Ja. Capriati weer op breekpunt. Schitterend hoor. Prachtig die lage bal opgepakt. En het gaat nu echt om ieder punt. Avantage, mademoiselle Capriati. Tweede breekkans. Nee, die zit er net naast. Capriati leidt met 2-1. Drie games, drie breaks. 2-1, derde set. Capriati 15-0 in de vierde game. Capriati op 2-1 in de laatste set. Ja. 30-15. 30-15. Alles uit. Het is nu toch riskant om de bal in één keer te willen scoren. En daar hebben we weer eens een ace van Jennifer Capriati. De vijfde van de wedstrijd en een 3-1 voorsprong dus in de derde set. Ja hoor. 0 kans. Kans. Kansen 15-30. Op het centercourt heeft Alex Coretje zojuist de eerste set gewonnen. Met 7-6, 7-5 in de tiebreak. En ze hebben er een uur en 23 minuten over gedaan.
Zij, hij dus en Andrei Pavel. En hier zijn er twee breekkansen voor Capriati, die nu er toch aan het doorzetten is, zo lijkt het. Ja, de bal valt op de lijn. Een tweede break voor Jennifer Capriati. Leidt met 4 tegen 1 in de derde set. En zo zie je maar weer. Ze heeft 3 keer eerder gewonnen van Jelena Tokic. En dan weet je natuurlijk toch hoe dat werkt. Niet voor niets de nummer 1 van de wereld. Wij gaan overigens ook na deze wedstrijd schakelen weer met het koers centraal naar die wedstrijd tussen Andrei Pavel en Alex Koretja. En ik vermoed dat we daar dan totdat het hier echt donker is bij zullen blijven vanavond. Vraag me af of ze die wedstrijd afkrijgen. Het is vrij donker nu. Het is flink bewolkt. Hier op Roland Garros. Nieuwe ballen voor Jennifer Capriati. 4-1 staat het in de derde set. Zero kans. Ja, twee goede eerste opslagen van de Amerikaanse. Sterk hoor. Ongelooflijk hoe je op zo'n tempo met zo'n snelheid die controle toch kunt bewaren. Breekpunt Dokic. Kaganta. En weer een goede eerste opslag. Ja, en nog eentje. En het is 5-1. Capriati zet heel goed door. Mademoiselle Capriati, mijn passantje zijn. Tokic moet maar in die wedstrijd zien te blijven nu. Op eigen service. Jongen, jongen, wat een bal. Je hebt niet eens tijd om te reageren.
Antoine Kans. De 12e dubbele fout. Nee, die is uit. Kaganta. En terug naar 40 gelijk. Capriati alsnog op jacht naar deze game. En dus daarmee de wedstrijd. Avantage, mademoiselle Dokic. Oh, wat een bal. Capriati. Kijk, vader Capriati. Ze leken kansloos. Die korte bal van Dokic, maar loopt echt de benen uit het lijf om erbij te komen. En nu is het matchpoint voor Jennifer Capriati. Tweede opslag Dokic. En ze eindigde in stijl, zou ik haast zeggen, tussen aanhalingstekens, met een 13e dubbele fout. Jennifer Capriati plaatst zich voor de halve finale. Wint met 6-4, 4-6 en 6-1. Voor de vierde maal in haar carrière van Jelena Dokic. En ze speelt in die halve finale tegen Serena Williams. Dat gaan we natuurlijk allemaal zien op donderdag. Capriati opnieuw dus de beste van de twee. 1 uur en 24 minuten heeft deze kwartfinale geduurd. Dokic moet toch teleurgesteld zijn, want ze begon goed in de eerste set. Maar vooral die dubbele fouten hebben haar enorm parten gespeeld. En wij gaan zo meteen weer naar het koers centraal, naar het centercourt, waar Andrei Pavel en Alex Koretja staan.